Loop is de vijfde video in de serie over trillingen en golven over ateneum bovenbouw natuurkunde. En de paragraaf gaat over geluid, superpositie en interferentie. En we bespreken de opgaven erbij horen. Opgave 21. Vleermuizen en dolfijnen maken gebruik van echolocatie. Ze zenden een geluid uit en vangen dat weerkaatste geluid weer op. Hoe kleiner de tijd tussen het uitzenden en het ontvangen van het geluid is, des te kleiner is de afstand van het voorwerp. Beperking van echolocatie is dat voorwerpen die klein zijn dan de golflengte van het geluid geen mooie echo geven en dus niet goed waarneembaar zijn. Vleermuizen geluiden bij echolocatie geluiden met frequenties tussen 25 en 120 kHz. Neem aan dat de temperatuur van de lucht 20 graden Celsius is. Bereken de kleinste golflengte die de vleermuizen gebruiken. Oké, dat doe je met de formule golfsnelheid is frequentie maal golflengte. Oké, de golfsnelheid in lucht op 20 graden Celsius kun je vinden in het tabel 15a is 0,3 × 10 tot de derde meter per seconde. De frequentie is 120 hertz, is 1,2 × 10 tot de tweede hertz. En als je die dan invult, dan krijg je dus 0,3 maal de golflengte. En de golflengte is dan die door die en dan komt dan uit 2,8 × 10 tot de min derde meter zat er volgens mij. Oké, dat is het kleinste. Als je denkt van ja, maar hoe weet je dat nou zeker? Nou, dan kun je deze van 120.000 kHz invullen. Dan kun je die van 25 kHz invullen en hetzelfde narekenen. En dan zie je dat je een ander antwoord krijgt wat niet goed is. Dan krijg je een veel grotere golflengte. Dolfijnen gebruiken echolocatie in zeewater. Ze gebruiken geluiden tussen 0,20 en 150 kHz. Oké, omdat de geluiden met een lage frequentie beter worden doorgegeven, gebruiken dolfijnen deze frequenties voor het waarnemen van verre voorwerpen. Komen ze dichterbij het voorwerp, dan gebruiken ze hogere frequenties. Wanneer de reden omdat ze overschakelen op hogere frequenties. Oké. Nou, in de tekst staat het voorwerp die kleiner dan de golflengte van het geluid niet goed waarnembaar zijn. Ook staat dat de geluiden met een hoge frequentie minder ver dragen. Dus om verder na te waarnemen heb je dus geluiden met een lage frequentie nodig. Oké. Maar deze geluiden hebben een grote golflengte en geven dus minder detail. Precies, daarom schakelen dolfijnen over op hogere frequenties als ze dichtbij genoeg zijn. Nou, precies hoe het is. Goed uitgelegd. Een dolfijn zet een geluid uit en vangt dat 0,33 seconden later de echo weer opbreken. Als het tussen de voorwerp en de dolfijn, nou S is V maal T, de snelheid is 1,51 × 10 tot de derde meter per seconde. Tabel 15a van de BINAS, dat is de snelheid in water bij 20 graden Celsius, denk ik. Oké. Dan moet je even opletten, de tijd, die 1,33 seconden, dat is dus voorheen en terug. Dus als je de afstand tot het voorwerp wil hebben, dan moet je natuurlijk de helft van die tijd nemen. Ja, dat is de tijd om van het geluid om van de dolfijn naar het voorwerp te gaan. Die is dus 0,165 seconden. En dat is ook de tijd die nodig is voor het teruggaan. Maar je wil alleen maar de heenafstand of de terugafstand weten. Goed, die moet je dan invullen. S is V mal T. S is 1,51 × 10 tot de derde, maar 0,165 is 2,491 × 10 tot de tweede meter. Oftewel 2,5 × 10 tot de tweede meter. Dus zeg maar 250 meter. Oké. De volgende is 21. Nee, 22. Excuus. Een vliegtuig bevindt zich op een bepaalde hoogte, heeft een snelheid van 900 km per uur. De geluidssnelheid bedraagt 340 meter per seconde. In figuur 941 zie je uit welke richting het geluid komt op het moment dat het vliegtuig recht boven je ziet. Leg aan de hand van figuur 941 uit dat het geluid van het vliegtuig uit een andere richting komt dan waarin je het geluid ziet. Oké. Als het vliegtuig hier is, dan zie je hem direct, want het licht is supersnel, dus dat is meteen. Maar het geluid is veel langzamer. Dus als je de vliegtuig al hier zit, dan is het geluid van dit punt pas uiteindelijk bij jou aangekomen. Het geluid van het vliegtuig wat hier zit, dat komt ook wel bij je aan. Dan is het vliegtuig ondertussen zelf alweer een stuk verder en dan zie je hem dus daar. Ja, dus het geluid loopt dus altijd achter bij het licht in die zin. Bereken hoek alfa.
moet ik alfa berekenen met de geometrische formule sinus AB gedeeld door BP. Even kijken of dat klopt. Dit is de hoek. Sinus is sol, oftewel sos, oftewel overstaand gedeeld door schuin. De overstaande is AB en de schuine of de lange is A, is BP. Nou, dat klopt dus niet. Het moet volgens mij AP zijn. Ja? Want de BP is de overstaande, dus hier moet AP staan. Oké, de afstand in 9,41 van het basisboek is onbekend. De afstand AP heeft het feit in dezelfde tijd afgelegd als de afstand AB. Er geldt dus dat AP is het huisstrijd maal T met 340 meter per seconde en AB, dat is de snelheid van het geluid met 900 km per uur. Oké, dan ga je die op elkaar, daar ga je meter per seconde van maken, dus gedeeld door 3,6 is 250 meter per seconde. Oké. En dan sinus van alfa is dan 250 maal de tijd, gedeeld door 343 maal de tijd. Nou, die tijd die valt dan echt, oké, dus 250 gedeeld door 340. Oké, en dat is dan gelijk aan de sinus van alfa. Nou, met je rekenmachine, shift sinus, arc sinus, invers sinus kun je dan, deze heeft dus haakjes zetten natuurlijk, zien dat het 47 graden is. Misschien nog even toelichten, die 250 en 340. Die 250 is dus de snelheid van het vliegtuig, dat is dus 250 meter per seconde. En de geluidssnelheid is 343 meter per seconde. Dus als je de sinus wil berekenen, dan is dat dus de overstaande 250 meter per seconde gedeeld door deze, dus lange, de schuine 343 meter per seconde, dat is dus wat hier gebeurt. Oké. Gaan we naar opgave 23. Brechtje maakt het signaal van een toongenerator op twee manieren zichtbaar op het scherm van een dubbelstraals oscilloscoop. Oké, hier heb je één signaal en daar het andere signaal. Het kanaal sluit de microfoon aan die het geluid ontvangt, dat is voortgebracht door de luidspreker. Dat gebeurt hier dus. Dus dit is kanaal 1, dat is het bovenste signaal, neem ik aan. Hierbij hoort de bovenste oscillogram. Kanaal 2 sluit rechtstreeks aan op de toongenerator. Dus die gaat meteen van de toongenerator meteen de oscilloscoop in. Dat is dan die. Oké, de tijdsbasis is een half milliseconde slash dif. Dus een half milliseconde per horizontaal vakje zo. En even kijken, het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 vakjes in totaal. Oké, prima. A, bepaal aan alfa 9,42 B de frequentie van het geluid. Nou, de frequentie moet je de trillingstijd natuurlijk voor hebben. En de trillingstijd bepaal je met de tijdsbasis en het aantal schaaldelen per seconde. En die haal je uit het oscillogram. Nou, als je naar 9,42 kijkt, dan zie je dus dat er, kijk je, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hele trillingen zitten in 10 schaaldelen. Dat betekent dus dat één periode, één trilling, duurt 10 gedeeld door 6, is 1,66 van die schaaldelen. En zo'n schaaldeel heeft dus een tijdsbasis, stond gegeven, een halve milliseconde per hokje. Oké, dus 1,66 hokje is dus 1,66 maal een halve milliseconde. Dat is 0,833 milliseconde. Als je dat schrijft, als een decimaal werkt, is dat 8,33 maal 10 tot de min 4 seconde. Oké, dan kun je de frequentie met bepaalde frequenties 1 gedeeld door die trillingstijd. Dus 1 gedeeld door 8,33 maal 10 tot de min 4e is 1,20 maal 10 tot de 4e is dat, denk ik. Ja. Oké, even narekenen weer, dat is 1,2 maal 10 tot de 3e hertz, dus 1200 hertz. Oké, de B-opdracht dan. Brechtje vergroot de afstand tussen de luidspreker en de microfoon. Hierdoor verschuift het bovenste oscillogram, oké, want die is het signaal van de microfoon. Leg uit waarom het bovenste oscillogram verschuift en het onderste niet. Nou, het geluid heeft meer tijd nodig om bij de microfoon te komen, dus de signalen komen vertraagd binnen bij het bovenste oscillogram, dus krijg je dus een verschuiving. Het wordt allemaal iets later geregistreerd, maar deze staat rechtstreeks vanuit de toongenerator naar de oscilloscoop, dus daar verandert niks. Ja, volgens mij staat het hier ook.
Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar C. Er treedt nog een verandering op in het bovenste oscillogram. Ja, de afstand tussen de microfoon en de luidspreker is groter. Dat betekent dat het geluid meer verdeeld wordt over de ruimte. Dat betekent dus dat het, de sterkte van het signaal wat de microfoon opvangt zal lager zijn. Dus de amplitude van die golfjes die zal kleiner worden. Dus dat wordt een beetje, ja, de verticale richting wordt een beetje in elkaar gedrukt, als het ware. Ja, oké. Okay. Dan de twee UT-grafieken van 942 zijn in deze fase, dus we gaan weer terug naar de originele situatie. Als berichtje de afstand tussen de luidspreker en de microfoon 14,3 cm groter heeft gemaakt, zijn ze met elkaar in fase. Hoeveel centimeter is die afstand toegenomen als de beide UT-grafieken voor de tweede keer in fase zijn? Oké, dan moet je hem dus... 14,3 centimeter verder schuiven. Ja? Want als je van tegenfase naar infase verschuift, 14,3 centimeter is. Als je nou van fase naar tegenfase weer verder schuift, dan moet je natuurlijk 14,3 centimeter weer verschuiven. En het kan weer terug zijn naar waar hij was, of de andere kant op. Dat kan allerlei. Dan E. Bereken de geluidsdruk in de lucht onder deze proefomstandigheden. Nou, wat weten we allemaal? Je moet er niet van fase naar tegenfase schrijven, maar van fase naar de volgende fase. Nou, dat is dan twee keer die 14,3 centimeter. Hè? Dus 28,6. Excuseer, het ging bijna mis. Oké, berekende geluidstijd van deze proefomstandigheden. Dat doe je natuurlijk met V is lab F maal F. Snelheid is frequentie maal golflengte. We weten dat de golflengte 28,6 centimeter is. Hè, want dat is van, als je in fase bent, dan de afstand tussen de fase en de volgende fase is 28,6. En dat is ook de golflengte. 0,286 meter is dat dus. Oké. De frequentie is 1,2 maal 10 tot de derde hertz. Dat hadden we hier al uitgerekend. Oh, de enige die dan overblijft is dan de snelheid. Die is dan het product van die twee. 1,2 x 10 tot de derde maar 0,826 meter. 3,4 x 3,2 tot de vierde meter per seconde. Als je op significant zet, 3,4 x 10 tot de vierde meter per seconde. Dat is dus 34.000 meter per seconde. En dat is 340... dat klopt allemaal, ja. Even narekenen, geleerd is dat het natuurlijk geen 4 is, maar een 2, 3,4 x 10 tot de tweede meter per seconde, dat is dus 340 meter per seconde. En dat klopt ook met de waarde van de snelheid in lucht die je in de BINAS-tabel vindt. Volgens mij is dat 15a. Oké, we gaan naar de volgende opdracht, dat is opgave 24. Oké, de volgende is opgave nummer 24. Invu 943, dat is deze, zijn de knooplijnen en buiklijnen getekend die het interferentiepatroon van twee geluidsbronnen aangeven. Knooplijnen en buiklijnen krijgen een nummer. Dat nummer komt overeen met de waarde van N in het faseverschil is N, respectievelijk het faseverschil is N plus een half. Oké. A, legt uit dat het knooppunt P op een buiklijn ligt met N is 2. Nou, dan ga ik naar P kijken. Die ligt even kijken. Van A gaat de golf weg. Dat is een halve golf. Dat is een hele golflengte. Anderhalve golflengte. Twee golflengtes is dat. Oké, okay, vanuit B is een golf weggaan. Een half, 1, anderhalf, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Oké, het verschil tussen 4 en 2 is 2. Dus het faseverschil is dus 2. Dan ligt P dus op een buiklijn met N is 2. Wat is dan het faseverschil als N is 1? Is het faseverschil 1? Als het faseverschil N is 0, is het faseverschil 0. Oké, dan gaan we naar B. Leg uit dat punt Q op een knooplijn zit met N is 1. Oké, dan is je kan zien dat hier dus wel een hele golflengte, een heel aantal golflengte langs is geweest, namelijk 1, 2, 3, 4. En als je vanuit deze kijkt, is een half aantal golflengtes geweest, namelijk 1, 2 en een half. Oké, het verschil tussen 4,5 en 2 is anderhalf. En dat is dan knooplijn N is 1. Wat is dan knooplijn N is 0? Dan is het faseverschil 0,5. En bij N is 2 is het faseverschil
2,5, want dit is een knooplijn en dit is een buiklijn. Net op dat verschil. In beide figuren zijn 5 knooplijnen en 4 buiklijnen zichtbaar. Leg uit of het aantal knooplijnen en buik- en knooplijnen toeneemt of afneemt als de afstand tussen de twee bronnen afneemt. Nou, het maximale weglengteverschil is de afstand tussen de twee bronnen A en B. Als die groter wordt, wordt het weglengteverschil dus groter. En die komt overeen met een groot aantal golflengtes, dus is het aantal knooppunten in of buiklijnen groter. Als je dat moeilijk voor vindt te stellen, dan kun je zeggen, oké, dan neem ik gewoon deze twee punten A en B. Die leg ik dan hier op A en leg ik op B daar. En dan ga ik diezelfde tekening nog eens maken en dan zie je het vanzelf. Dat is de manier waar ik het ooit gedaan heb en dat werkt goed. Oké, leg uit of het aantal knooplijnen en buiklijnen toeneemt of afneemt als de frequentie van de beide bronnen afneemt. Oké. Als de frequentie toeneemt, dan wordt de golflengte kleiner. De knoop en buik liggen dan dichter bij elkaar. En dan passen er dus meer knoop- en buiklijnen tussen als de twee bronnen A en B. Dan als het aantal knooplijnen en buiklijnen neemt dus toe. Dus oké, kun je eigenlijk hetzelfde doen. Je neemt je de A en B nu op dezelfde afstand. En dan maak je die afstand tussen deze maak je kleiner en deze maak je natuurlijk ook allemaal kleiner. En dan ga je die teken opnieuw maken. En dan zie je zelf dat er meer van die knoop- en buiklijnen ontstaan. Dat is eigenlijk de beste manier om dat te doen. Goed, gaan we verder. In figuur 9, 44, A tot en met C. Dat zijn deze drie. Zie je de UT-diagrammen die horen bij punt Q. In figuur 9, 43. De uitwijking AQ geeft de uitwijking van de golf afkomstig uit luidspreker A. Dat is deze. Dan voor de golf uit luidspreker B. Ja, dat is dan waarschijnlijk deze, oké, BQ. En dan neem ik aan dat dit de som van die twee is, oké. Leg uit waarom dat de amplitude in 944A kleiner is dan de amplitude in 944B. Kijk, het gaat over punt Q. Punt A ligt veel verder weg dan punt B. Dat betekent dus dat de golfenergie over een groter gedeelte... Het gebied wordt verdeeld, hè? Omdat deze afstand groter is dan de golfenergie van deze. Dus deze top en dalen zal veel groter zijn voor de golven die uit A komen dan vanuit de golven die vanuit B komen dan van de golven die uit A komen. Kijk wat hier staat, de amplitude hangt af van de hardheid van het geluid. Hoe verder het punt van de geluidsbron afblijft, des te zwakker is in het geluid. Punt QB ligt dichter bij punt B dan bron A. Golven uit B komen in Q aan, dus met een grotere amplitude dan de golven die uit A in Q samenkomen. Ja, dat klopt inderdaad, dat is hetzelfde. Goed, F dan. In figuur 49C zie je U tegenfiek van de interferentie van de tweede geluidsbronnen. Punt Q begint dus op een knooplijn. Leg uit waarom dat er toch geen sprake is van volledige verzwakking. Ja, ook dat zou het geval zijn als Q precies even ver ligt van A als van B. Want dan zijn de geluiden die van A en B komen voor Q even hard. Maar dat is niet zo wat. We bij de vorige opgave gezien, de geluiden die uit B komen harder aan dan de geluiden die uit A komen, omdat die afstand groter is. Nou, eens kijken, die staat volledig uitgegroeid en vindt alleen plaats als uitwijking in tegenfase zijn. Dat is zo. En exact even groot zijn, dat is niet zo. Je vindt in figuur 944... dat aan de tweede voorwaarde niet is voldaan, dus is uitdoven niet volledig. En dat dat niet het geval is, hadden we al gezien bij C. Oké, gaan we naar 25, de laatste opgave van deze paragraaf. Met het toestel van 9945, dat is deze, doen Renske en Bart een geluidsproef. In opening A plaatst Renske een fluitje, dat zie je. Oké. Dat maar één toon kan voorbrengen. Het geluid kan langs twee verschillende wegen L1 en L2 naar opening 1 gaan. Dus hij kan hier vandaan zo gaan naar B, of hij kan zo gaan naar B. Oké. Wart houdt zijn oor bij de opening, bij B dus waarschijnlijk. Renske kan de linkerweg L1 langer maken door de buis uit te schuiven. Oh, dat is net als bij een trombone is dat zo. Je kan dus deze naar links schuiven of naar rechts schuiven. Dan wordt als je naar links schuift, wordt de weg natuurlijk langer. Als je naar rechts schuift, wordt de weg natuurlijk korter. Deze weg blijft het hetzelfde. In het begin van de proef is de buis geheel ingeschoven, zodat L1 even lang is als L2. Oké. Hij kan dus alleen maar naar links geschoven worden, want hij is al maximaal naar rechts geschoven. Kijk, leg uit waarom dat wat in die situatie maximaal geluid hoort.
Nou, het faseverschil is dan nul, want de weg van via deze manier en via deze manier is even lang. Dus je hebt geen faseverschil. Dus je hebt dat ze elkaar dus niet kunnen verzwakken. Dus kijk wat die staat. Je wordt maximaal gestuurd golf in fase. In dit geval als faseverschil een heel getal is. Faseverschil bereken je met het golflengte en het weglengteverschil. Nou ja, delta x is die twee afstanden van elkaar. Die blijkt nul te zijn. Dus ja, faseverschil is ook nul. Dus is faseverschil een heel getal. Dus heb je versterking, constructieve interferentie en geen verzwakking. Ja, dus die twee geluiden die van hier elkaar komen en die van daar komen, die versterken elkaar maximaal. Oké, Rens schrijft de linkerbuis langzaam uit. Hij is 11,4 centimeter toegenomen als Bart voor de eerste keer vrijwel geen geluid meer hoort. Dan zijn die twee dus in tegenfase. Weglengteverschil is dan, De temperatuur van de buis is 20 graden Celsius. Berekent de frequentie van de toon die het fluitje voorbrengt. Oké. Nou, ga je even maar even lezen wat hier staat. De frequentie van de geluid bereken je met het formule voor de golfsnelheid. Dat gebeurt hier op het eind, hier zo. De golflengte volgt uit de verandering van het faseverschil en de verandering van de weglengte. De weglengte verandert omdat deze langer wordt. En daardoor krijg je natuurlijk dat ze niet meer tegelijkertijd aan gaan komen. De verandering van het faseverschil volgt wel en niet... als er een faseverschil is, dan hoor je wel of geen geluid. Je krijgt dan een destructieve of constructieve uitdoving. In dit geval is het destructieve uitdoving. Constructieve uitdoving bestaat niet, dus constructieve versterking. Maar je hebt hier dus destructieve uitdoving, Die is hier maximaal, want je hoort helemaal niks meer. Als de buis 11,4 cm naar links is geschoven, is de lengte van de buis zowel aan de linkerkant als aan de onderkant met 11,4 cm toegenomen. Het weglengteverschil is dan 22,8 cm toegenomen. Dus hier komt 11,4 bij en daar ook samen 22,8. Er is nu blijkbaar dus geen geluid meer. Is het sprake van destructieve interferentie. Dat betekent dus dat het faseverschil een half is. Nou, het zou in principe ook anderhalf of 2,5 kunnen zijn. Maar goed, laten we vanuit gaan. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Dus het is inderdaad een half. Stond erbij dat het de eerste keer was. Dus die anderhalf en 2,5, het is niet zo. Het faseverschil is het weglengteverschil gedeeld door de golflengte. Het faseverschil is een half. Het weglengteverschil is 22,8 centimeter. De golflengte is onbekend. De golflengte is dan 22,8 gedeeld door een half is 45,6 centimeter. En dit is een centimeter, dus ook een centimeter. Dan gaan we verder. Hebben we nou de vraag eigenlijk wel beantwoord? Berekenen de frequentie. We zijn er dus nog niet. We hebben de golflengte. Mooi. De geluidssnelheid hebben we ook. In de lucht is 0,3 × 10³ meter per seconde. Komt uit de BINAS 15A bij 20 graden Celsius. V is bekend. F is niet bekend. Maar lambda is wel bekend. Dan kun je F uitrekenen. Nou, je vult in de formule vul je dus V in en lambda in. Dat gebeurt hier. Nou, we alleen maar F over. F is dan deze gedeeld door die. En dat is zo'n 772 hertz. Maak duidelijk over welke afstand de linkerbuis daarna nog verder heeft verschuiven als Mars voor de tweede keer bijna geen geluid meer hoort. Bij B was de weglengteverschil een half lambda. Bij een weglengteverschil een half anderhalf lambda is er weer sprake van destructieve frequentie. Het weglengteverschil moet dan... Even kijken, anderhalf lambda is drie keer een half lambda, dus moet het ook drie keer die waarde zijn natuurlijk. Dat is het geval als de buis dus 22,8 centimeter verder wordt weggeschoven. Dus eerst 11,4 voor de eerste keer en dan drie keer 11,4 voor de tweede keer. Nou, je had al 11,4 gedaan, dus moet je nog 28,4 verder schuiven. Dat is ook wat hier staat. Drie keer 11,4 is 45, maar 45,6, maar je had al 11,8 gedaan. En het verschil tussen, dus verder schuiven is dus 45,6 min die 11,4 is dus 22,8. Zo kan je dat dus allemaal uitrekenen. Dit was paragraaf 9,5, dan is er ook nog paragraaf 9,6 en 7. Die komen hierna.